Tessa Portenger, jij bent samen met Esther Vergeer verantwoordelijk voor het rolstoeltoernooi in Rotterdam. En ja. Esther die moest met hoge spoed weg. Ja, die zit nu in de taxi naar Schiphol. Die moet naar Tokio toe. Daar is ze verantwoordelijk natuurlijk voor de Paralympische Spelen die eraan gaan komen. Net een iets andere rolverdeling weer, maar gaat eigenlijk hartstikke goed. Al eerder natuurlijk in Pyeongchang was het dezelfde verhaal. Het toernooi staat natuurlijk ook al 12 jaar hartstikke goed. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke prima allemaal. Er gaan ook wat dingen veranderen hè, bij het rolstoeltoernooi. Kan je uitleggen wat er precies anders is dan voorgaande jaren? Ja, nou, we gaan dit jaar eigenlijk iets meer kijken om de toeschouwers nog beter naar de wedstrijden toe te krijgen. Dus bijvoorbeeld als het centercourt net klaar is, dat we dan niet net beginnen met een wheelchairwedstrijd. Maar dat ze bijvoorbeeld in de derde set zitten spannende pot is. En dat Jamie dan kan oproepen. Nou, iedereen gaat nu naar court 4-5 waar de wheelchairwedstrijden plaatsvinden. Want daar is een spannende derde set aan de gang. En daar kun je verder een spannende pot kijken. Daarnaast proberen we inderdaad ook wat meer weer nog meer de integratie op te zoeken op het gebied van communicatie. Eigenlijk wel is dit jaar een beetje het focuspunt. Dus om echt die toeschouwers nog meer bekend te laten maken met het rolstoeltennis en het toernooi. Om de toeschouwers meer naar tennis te krijgen, maar ook gewoon om meer bewustwording te creëren. Dat blijft toch vooral bij Esther en dus ook bij mij wel een uitdaging waar we op willen richten. Denk je dat het nog steeds nodig is hè, om die bewustwording toch te blijven creëren? Ja, je hoort gewoon nog steeds dat er mensen zijn die gewoon niet weten dat het toernooi er is. In mijn optiek bijna niet eens meer te missen, maar ja, ze zijn er gewoon nog echt. Dus dat wordt echt wel aangegeven. En als er dan mensen staan langs een wedstrijd, dan geven ze gewoon wel aan, jeetje, wat ziet het er gaaf uit, spannend, echt wel professioneel. En die verbazing eigenlijk geeft dan toch ook wel aan dat dat nog niet bij iedereen even bekend is. Is het dan ook lastig om toch proberen die mensen dan naar de baan te trekken? Je zegt al, niet iedereen weet misschien dat toernooi er dan is. Maar is het dan ook nog lastig om dat dit soort dingen dan ook nodig zijn om te kijken dat ze al iets verder in de wedstrijd zijn als bijvoorbeeld op de baan 1 afgelopen is, om die mensen dan daar naartoe te krijgen? Ja, nee, dat blijft een uitdaging, want iedereen komt natuurlijk gewoon voor de grote namen op centercourt en dat is ook logisch. Daarin proberen we echt wel te zoeken naar de mogelijkheden. Dat is echt, dat is en blijft wel een uitdaging, maar gaat elk jaar wel weer beter. Om op de juiste momenten door bijvoorbeeld de WhatsApp-service of door borden en schermen op het toernooi mensen aan te geven van er is ook een wheelchair-toernooi gaande. En dat is gewoon hartstikke spectaculair en spannend. Dus neem daar ook een keer een kijkje. Ja. Nu heb je bij het rolstoeltoernooi de nummers 3 tot en met 9 van de wereld sowieso weten te strikken. De nummers 1 en 2 niet. Is dat jammer dat die er dan net niet zijn? Ja, dat is natuurlijk altijd jammer. Vooral de nummer 1, dat is Gustavo Fernandez. En die is er de afgelopen jaren eigenlijk wel geweest. Ook 2 keer heeft hij gewonnen. En die komt ook altijd graag, maar die heeft een operatie, dus die kon helaas niet komen. De Japanners die vinden het toch vaak wel een heftige oversteek naar Nederland toe. En helemaal in een Paralympisch jaar moeten zij goed keuzes maken welke toernooien zij gaan spelen. Heeft hij nu de keuze gemaakt om niet te komen. Dus wel de nummer 3 tot en met 9. Dus dat belooft ook wel veel spannende wedstrijden, denk ik. Ja. Waar kijk je zelf het meest naar uit? Esther eigenlijk ook wel heeft, heb ik denk ik ook, is dat ik de jonge spelers, Jeff van Dorpen, een Belgische jongen, en Ruben Spargaren, die hebben vorig jaar en het jaar daarvoor alle twee een wildcard gekregen. En die zijn nu zelf in het toernooi gekomen. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of zij nu de aansluiting kunnen vinden bij de rest van de spelers. En wat dat mee gaat brengen. Nou. Is het nog een dag of 30 voordat het toernooi gaat beginnen? Hoe zien jouw dagen in aanloop naar het toernooi eruit? Heel veel heen en weer mailen met de organisatie vanuit Ahoy. Af en toe richting Rotterdam, veel contact met Esther. En eigenlijk iedereen oplijnen zodat alles goed klaar staat om goed aan het toernooi te beginnen. Even succes wensen. Dankjewel.